Robin, wat doe je op die grote kip daarboven? Ga er eens af, man. Nee. Hoezo niet? Nou, omdat ik in protest ben. Waartegen? Weet je hoe gevaarlijk dat is op zo'n kip staan? Nou, ik ben in protest dat Justin hem eindelijk gaat afmaken. Want ik sta hier nou nog steeds op een onafgebouwde kip. Oh, hij is nog helemaal niet af. Hey, kom er eens af, joh. Ik heb een leuk idee voor vandaag. Ik heb een prachtig idee bedacht en ik wil dat aan jou uitleggen. Maar je bent alleen maar druk met... Oh. Met op een kip staan, daar ben je. Hallo. Kom eens hier, kom gezellig hier. We gaan naar het varken toe, veel leuker. Ja, die is tenminste wel af. Ga daar maar op staan, dat past wel bij je. Vind ik wat leuker. Ik ga er wel voor staan. Robin. Ja. Ga eens iets naar rechts, één stapje. Ja, de heilige Robin, goed zo. Dankjewel. Het leek mij leuk vandaag om ons eigen privé-eiland te kopen. Dan zou je zeggen, weet je, we hebben al dit eiland, we hebben al mijn eiland en zo... Maar wat nou als we het eiland van een kijker gaan overkopen... en dat we daar dan met z'n tweeën ook leuke dingetjes kunnen gaan bouwen? Wacht even, je hebt een hond hier staan. Laat maar, dan kwamen we eraf staan. Maar ja. Nee, laat die hond staan. Maar hoe gaan we een eiland uitzoeken dan? Dan gaan we even... Iemand... Wat een drukte hier. Wat een drukte hier inderdaad. Weet je, laten we gewoon naar de spawn gaan. Dan gaan we daar, gaan we iemand zoeken en dan gaan we vragen of we zijn eiland mogen overkopen, oké? Dat is goed. Dat vind ik een goed idee, oké. We moeten wel selectief zijn, Robin. Ja, dat zijn paaseitjes. We moeten selectief zijn. Kijken wie... Ik ben benieuwd. We gaan zoeken. We gaan zoeken naar het goede persoon. Ali. Ik denk dat hij te duur is. Zou hij te duur? Sowieso. Hij heeft geen netherite aan. Ik bedoel, wij hebben letterlijk netherite armor, maar... Zullen iemand bij de fishpool uitkiezen? Ja. Dat vind ik een goeie. Deze guy met een Nederlandse vlag bovenop zijn hoofd. Oh, hallo. Ja, hallo, ik ben er ook hoor. Misschien kunnen we in Nederland van hem overkopen. Kijk, geef hem zelfs hier. Kijk dit nou. Oké, wacht. Komt hij. Ik heb gevraagd of we zijn eiland mogen bezoeken. Ik ben onderweg, Robin. Ik ben op zijn eiland aangekomen. Oh, ik kom ook. Ik weet alleen niet... Oh, hij heeft ook een casino. Ja, maar dat gaan we niet vandaag doen. Maar ik wil wel even gewoon kijken of dit iets is wat wij willen kopen, weet je? Dit eiland van hem. Even een bezichtiging. Een groot huis. Even een bezichtiging, inderdaad. Wat vind jij zo ver? Veel dieren. Heel veel dieren, inderdaad. Veel leven. Een vliegende pompoen in de verte daar. Vliegende pompoen, inderdaad. Dat moeten we eigenlijk niet hebben, vliegende pompoenen. Dit is dus wel een eiland waar wel veel mensen op af gaan komen. Ja, dat klopt. Want we hebben een casinootje, inderdaad. Ja, kijk, dit is gewoon... Heel veel netherite hier. Ik weet niet wat dit is, maar dit ziet er ook gek uit. Waar ben je? Hier, dit. Oh, hardloper level omhoog. Oh, jeetje. Ja. Ik weet alleen niet wat het is. Ik ook niet. Een potionwinkel of zo. En heel veel blokken. Ik vind het een leuk... Oh, wat heeft hij hier gebouwd? Wacht eens even. Oh, ik weet niet wat het is. Hey, ik vind het leuk, maar ik wil het denk ik niet kopen. Ik vind het een prachtig eiland, maar ik wil even iets anders zoeken, Robin. Iets wat dit wil ik kopen. Wacht, we zijn niet eens binnen geweest. Nee, ik wil een ander eiland kopen. Deze is te vol. Oké, laten we naar spawn gaan. Ik ben hier bij de visserspoel, Robin, en ik zie hier Henk de potvis. En die heeft leather armor aan en hij staat op een lilypad. Ik denk dat we naar zijn eilandje moeten. Ja, dat denk ik ook. Max, okay, Robin, ik ben op zijn eiland. Henk de potvis, hoe ziet het eruit? Oh, kijk, dit is dus nog een leeg eilandje. Kijk, dit kunnen we overkopen en dan kunnen we hem helpen, weet je? Ja. Dat is het idee. Ik vind wel... Wacht, zal ik hem even hierheen halen? Ja, maar hij moet zelf ook even naar zijn eilandje komen. Henk, welkom op je eiland. Mogen we hem... Wacht, ik ga het aan hem vragen. Ik heb hem 1 miljoen geboden, Robin, voor dit eiland. Oké, ja. En dan krijgen ik zou het doen. Dan kunnen wij bouwen op zijn eiland. Ik zou het doen. Hij zegt dat hij maar 1000 heeft. Nee, hij denkt dat zeg maar, hij ons 1 miljoen moet betalen. Nee, jij moet ons niet betalen. Nou, geef me diamonds. Nee, dat wil ik niet. Ik wil op je eiland mogen leven. A few moments later. Robin, ik heb toegang op zijn eiland. Nu jij nog. Oh. Nu jij nog. Zo, ik krijg even 100.000 van sociaal. Dankjewel. Heb je hem al betaald? Ja, dat ga ik doen zodat jij ook toegang hebt. Trouwens, ik zie nu pas. Hij heeft zijn cobblestone generator verpest. Oké, dan is dat onze eerste taak. Gaan we voor hem repareren. Dat is goed. Max, ik kan ook op zijn eiland. Je hebt toegang. Oké, dan ga ik hem nu betalen. Henk, je krijgt, komt-ie. 1, 2, 3. Je hebt 1 miljoen euro zojuist gekregen. Henk, besteed het goed. Wij gaan je cobblestone generator oplossen, Robin. We hebben een eigen privé-eiland gekocht. Hij is helemaal van ons. We kunnen hier doen wat we willen. De man is een miljoen rijker. Hij is hartstikke blij. Kopen wat leuks van. Kopen vooral wat leuks van. Ja, zou ik inderdaad gaan doen. Ga maar lekker genieten. Ga maar lekker vakantie houden. Ja, dat. Zo, ik heb gezegd, kopen maar wat leuks van. Wij gaan lekker aan de slag. Oké, Robin. Als jij even gaat shoppen voor de spulletjes hier, dan ga ik het boompje hakken en zo. En dan zorg ik wel dat het eiland iets uitgebreider is dan dit, want het is nu een beetje klein. Ja, dat is goed. Oké, dan helpen we vandaag. En dan volgende aflevering gaan we weer naar ons eigen eiland. Maar dan kunnen we in ieder geval... Oh, Henk is weg. Kunnen in ieder geval altijd Henk helpen. Ja, dat gaan we inderdaad doen. Ja, dat lijkt me leuk. Maar wat is het plan? Sowieso de cobblestone generator fixen hier. Dus ik haal deze obsidian even weg hier. Dat is heel random. Jij haalt je shopt even en ik ga het gewoon uitbreiden. En dan gaan we vanzelf even kijken of we zijn eiland helemaal ready kunnen maken voor hemzelf om over te nemen weer.
Ja, ja, dat is goed. Dat is goed. Ik heb wel heel veel steen. Ik weet niet of we dat al kunnen gaan gebruiken. Ja, wie weet. Weet je, ik doe hier Diamond Armor in. Misschien dat hij dat ook leuk vindt. Die heb ik namelijk van iemand op spawn gekregen en die is nu van hem. Ja, precies. Precies. Kijk, ik heb... Oh, daar is de sapling. Die moet je wel bijhouden. Is heel belangrijk. De sapling is belangrijk. Even kijken, dan ga ik eventjes wat dingen kopen, inderdaad. Ja, helemaal lekker shop. Ik ga eventjes zorgen dat zijn eiland ready is voor de rest. Robin, het eiland is al helemaal weg qua hoe het mooi eruit zag. Het is nu een plat vierkantje aan het worden. En we hebben ook gras nodig. Dus als je even gras kan shoppen, dan kunnen we dit namelijk gewoon mooi maken. Doen. Het is nu allemaal dirt, weet je. Het ziet er niet uit. Komt helemaal goed. Ik ben eerst heel even bij de shop waar ik... ja, eventjes wat water gaan kopen. En ik koop ook meteen wat lava. Want ja, het is hier heel druk op de span. Maar gras zei je, hè? Gras, ja. Gras hebben we ook nodig. Gras zal ik inderdaad gaan kopen. Hebben we nog meer nodig? Nou, ik denk dat Henk op zich niet heel veel meer nodig heeft dan wat we nu al gedaan hebben voor hem zo. Hoppakee. Oké. Tonk, bonk, maar natuurlijk gaan we wel meer doen. Oh, ik heb ook boommeel nodig om de boom even te laten groeien. We hebben wat sneller hout. Boommeel, dat ga ik ook doen. We hebben ook dark oak wood, alleen ja, dat vind ik niet zo bijzonder, weet je, voor dit eiland. We gaan wel gewoon met oak werken. Ik ben benieuwd waar Henk mee terugkomt. Wat hij allemaal, want hij is ook op de span ergens waarschijnlijk dingen aan het kopen. Hij heeft een miljoen, weet je. Dus wat zou jij nou doen als je een miljoen had gekregen, jongens, uit het niets? Dat doet me denken aan een liedje van Samson en Gert. Wat? Welk liedje? Ja, dat heet serieus gewoon 1 miljoen en dat gaat zowel als volgt. Wat zou jij dan doen? Nee. Had je 10 miljoen, wat zou jij dan doen? Nou ja, daar komt het een beetje op neer. Ja, nou, dat is... Maar ik heb geshopt, Max. Ik kom er weer aan. Ja, kom je terug. Ik ben aan het wachten op je. Ik kom er nu aan. Hey, kijk, gezelligheid. Hey, wat een gezelligheid. Kijk eens, dit ziet er al mooi uit. Dan geef ik jou even een stek gras. Ah, en ik heb ook een stek gras. Ik aan de gras. Gaan we het even groter maken weer? Ja, precies. Dat gaan maken we doen. Maken we het langwerpig of maken we het vierkant? Ik denk dat meer mensen voor vierkant gaan, dus laten wij langwerpig doen. Laten wij een keer langwerpig doen. Ik doe deze kant op, jij doet die kant op. Ja, maar misschien moet je nog wel iets breder. Ik weet niet waar hij terugkomt. Ja, het moet wel ietsjes breder. Henk komt straks terug en die denkt meteen, ik ga opnieuw beginnen, want ik heb alles al. Ja, die weet niet wat hij moet. Mijn gras is officieel op, zo. Dus nu kan dit ook allemaal mooi gras worden. Heb je ook boommeel gekocht? Jazeker. Waar is dat? Ja, gewoon botten. Ja, oh, botten is ook prima, joh. Boommeel maken. Ik ben benieuwd wanneer Henk terugkomt. Ik ben ook heel benieuwd. Boom. Maar we kunnen ook gewoon ook nog kopen. Ja, I know, maar ik vind het wel even leuk om een boompje gewoon te hakken, weet je. Een beetje primitief weer terug naar de skyblock basis. Ja, precies. Nee, ja, ik snap het wel. Kijk, dan ga ik met twee ijzers die ik heb, ga ik een schaartje maken. Want dan kunnen we gewoon wat leaves kunnen hier hakken. Zo, dat ziet er ook leuk uit. Ik krijg alleen maar geld van Gamer Toby. Bedankt, Gamer Toby. Zo, dan hebben we genoeg leaves. Dan zijn de saplings zijn er ook nog wel. Ja, dat zit wel goed. We hebben zoveel troep rommel nu al in de kist. We hebben grotere kisten nodig. Ja, dat ben ik het mee eens. Is het eiland zo groot genoeg, denk je? Jawel. Ik maak wel grote kisten trouwens. Dit is wel groot genoeg, toch? Henk heeft niet veel ruimte nodig, joh. Henk is een primitieve gast. Hier, kijk. 1, 2. 1, 2. Doen we hier. 1. 1. Kijk, dit is een werkstationnetje. Zo, dan hakken we dit. Oh. Hoppakee. Dan gaan we dat er allemaal in doen. Hier doen we de steenkist. Deze grote hier. Sorry, deze. Hier doen we de houtkist. De kleine. Hier de natuurkist. Dus dirt. Weet ik wat allemaal, modder, botten. En dan hier de waardevolle kist inderdaad. Oké, bij natuur doen we ook even gewoon eten en weet ik veel wat zo. Oké, dan hebben we het al gelijk goed gesorteerd. Is hij daar ook heel blij mee? Ik ben benieuwd wanneer Henk terugkomt. Waar is hij? Waar is Henk? We hebben zijn eiland overgekocht en hij is gewoon geboekt. Ik heb geen idee eigenlijk. Henk dacht gewoon van ja, zoek het uit, we gaan er vandoor. Oké, waar willen we de... Ja, de cobblestone generator natuurlijk. De cobblestone generator inderdaad. Zullen we die gewoon hier... Kijk, want we hebben hier een midden, dat is dit blokje volgens mij. Ja. Dan moeten we zo meteen het gras daar even uitbreiden. Zullen we hier nou precies van dit blokje het midden maken? Deze hier, kijk. Ik maak een gat zo. Moet deze uitgebreid worden? Ja, dat doe ik wel. Doe jij maar gewoon lekker de cobblestone, dat is jouw taak. Oké. Maken we hem al in steen? Ja, hij moet wel mooi zijn. Het moet niet zomaar een cobblestone gen. Het moet de Henk, nee, ja, de potvis, cobblestone gen. Ja, precies, zijn. Precies. Met een hopper eronder. Met zo. Een hopper eronder. Hij moet helemaal automatisch werken. Gewoon, oké? Ja, precies. Oké, wat gaan we doen? Zorg ik wel voor een leuk randje om zijn eiland heen, dat hij er niet af kan vallen zomaar, want dat zou zonde zijn. Ja, dat is niet wat je wil, zeg maar. Nee, ik kan zeggen, dat is niet de bedoeling. Kijk, gaan we een leuk randje zoals dit maken. Kijk, Robin, dit ziet er wel leuk uit. Als ik nou zo doe... Kijk zo. Zie je, dit ziet er wel leuk uit, toch? Zo'n stevig pijntje. Ja, zeker. Oh, hij vraagt in de chat of het lukt. Ja, tuurlijk, joh. Tuurlijk, Henk. Kom je zo nog even kijken? Kijk, tot hier doe ik het zo. Dit wordt stuin, oké? Vanaf hier. Dit wordt hij vraagt stuin, of hij nu moet komen kijken. Daar is hij. Dit is iemand anders. Dit is iemand anders. Dit is Henk, niet. Hey, ga zo niks eiland af, joh. Hebben we niet dringen. Ga weg. Daar is die. Is Henk er? Ja, Henk? Henk is er. Wat een gezelligheid, Henk. We hebben je echt gemist. We hebben je enorm gemist, Henk. Vind je het al wat? Vind je eiland al iets? Hij zegt nice. Hij is blij met ons, denk ik. Dat denk ik ook. Oh, dit heeft hij gekocht.
Hij heeft een Diamond X. Wat heb je gekocht? Wat heb je gekocht, Henk? Een normale Diamond Armor. Oké. Okay. Max, hoe werkte het ook alweer? Cobblestone Generator. Gewoon zoals het hoort. Oh ja. Gewoon doen. Gewoon bouwen. Ja. Dankjewel. Hij zegt dat hij 21 Diamonds heeft gekocht, Robin. Nice. Een setje. Hij heeft een setje Diamond Armor gekocht. Van zijn 1 miljoen euro. Ja, maar veel meer vakken kopen. Dat is wat je wil natuurlijk. Robin, ik ga en een spanner voor XP, hoppa. Zegt hij. Ah, kijk, dat doet hij goed. Dat doet hij heel goed. Ik ga hier eventjes een hoe maken. Een netherite hoe natuurlijk. Ja. De beste hoe die je kan krijgen. Zo maak je toch een hoe? Of heb ik het nou mis? Nou, Robin, of ik ben een noob of ik ben vergeten hoe je een hoe maakt. Je kan toch gewoon met twee sticks en twee oors erboven een hoe maken? Ja. Kan dat niet met netherite tegenwoordig? Netherite ingots. Nee, maar in ieder geval wel. Huh? Nou, maakt niet uit. Ik ga hier een farmpje maken. Wordt een hartstikke leuk farmpje voor onze grote vriend. Oh, er moet wel water natuurlijk. Wat doe ik stom? Oh, hij heeft mij 2 diamonds gegeven. Dankjewel, Henk. Ja, weet je, het is Henk denkt gewoon aan ons. Ja, hij verzorgt ons. Hij verzorgt ons hartstikke goed. Hoe staat het voor met zijn generator, Robin? Ja, prima. Alleen ik moet nog even weten, moest het lava nou stromen of het water? Het water moest stromen elke keer. Nee, het lava. Het water moest niet stromen. Water staat sowieso altijd op de plek stil. Oké. De lava moest stromen. Kijk, dan doen we hier een pad tussendoor, zo, bij de farm. Farmen dit helemaal hoppakee, zoals dit. Ja, dit ziet er goed uit, Robin. Hebben we wel nog even seeds? Ik ga even in de shop kijken. We geven hem normale seeds. We geven hem, even denken, beetroot vind ik wel leuk voor hem. En wat zou hij nog meer leuk vinden? Worteltjes of aardappel? Ik denk wortelen. Wortelen, oké, top. Dan krijgt hij wortelen, krijgt hij normale dingen en dan krijgt hij beetroots. Doen we aan deze kant hier. Hier gooien we de worteltjes. Hier gooien we de zaadjes. Oh, nee. Hier gooien we de beetroot. Oh, je moet beetroot. Oh, ik heb gewoon beetroot gekocht in plaats van beetroot seeds. Ik moet gewoon zaadjes kopen natuurlijk. Hier, beetroot seeds. Hoppakee, dan doen we die hier. Oh, Henk de Potvis vraagt wat aan je. Wat vraagt hij? Ja, Max. Ja. Zo, zijn farmpje is af. Ik hoop dat je er tevreden mee bent. Zo niet heb je pech. Wat kan ik nog kopen? Kijk, er komt hier nog een pad in het midden, zoals dit. Die gaat dan ook. Oh, ja, die gaat alle kanten op. Zo, hoppakee. Dit ziet er goed uit. En dan brengen we hem ook nog door. En dan moet hier zijn huisje komen natuurlijk, Robin, aan deze kant. Ja, precies. Dat is het ideale. Dat dacht ik inderdaad ook al. Ja. Oké, ik pak even het water om een beetje hier onder het eiland te gaan. Want we werken natuurlijk met een hopper dat het meteen ook in een hopper gaat. Daarna maken we het hier nog even mooi. Ah, maar die hopper die wil ik dan hier naartoe brengen. Dat hij hier in de kist gaat, zeg maar. Ah, kijk. Leuk. Dat doe je goed. Zal ik vast beginnen aan het huis, Robin? Ja, dat kan. Dat is goed. Okay, ik ben hier bijna mee klaar, dus... Hier doe ik hetzelfde concept met het muurtje, doe ik hier. Dat het hetzelfde uit gaat zien. Alleen, je komt hier natuurlijk nog een huis. Wat heb je gekocht, Henk? Henk heeft... Hij heeft een skeleton spanner gekocht. Oké. Okay. Ja, wel slim wat op zich. Moet. Ja, op zich wel slim. Alleen, wat moeten we ermee? Ik stop hem even in de kist. Weet je? Henk moet zelf ook wat doen. Ik heb maar gevraagd of hij... Hij is weg! Henk! Hij moest hier je huisje bouwen. Ja, hij denkt nu lekker makkelijk. Oh, wij doen het wel. Oké, Robin, Henk die gaat zijn eigen huisje gaat hier bouwen. Dit wordt de plek. Oké, nou, ik ben heel benieuwd. Ik ook. In de tussentijd zorg ik even voor een beetje een natuurlijke omgeving hieromheen, oké? Ja, dat is goed. Ik heb, nu, als het goed is, is dit helemaal... Ik ga even testen of het is gefixt, of het hier dan in komt. Ja, het komt hier in de kist. Dus als hij nu hier dingen weghakt, dan komt het daar allemaal in de kist. Ah, kijk, dat is mooi, dat is leuk. Zorg ik even voor een iets meer natuur in de omgeving. Ja, dat is goed. Dan ga ik er even voor zorgen dat je niet zomaar de lava in kan lopen. Nee, dat is ook niet handig, want we willen natuurlijk niet dat Henk zomaar per ongeluk dood gaat, jongens. Dat zou een beetje sneu zijn. Ja, precies. Precies. Dat is niet wat wij, voor ogen hebben natuurlijk. Zo, Max, de cobblestone generator die is nu helemaal zo gemaakt. Hij is helemaal veilig voor hem? Ja, hij is ook helemaal veilig. Het water is ook afgezet. Kijk. De lava is afgezet, dus het is nu gewoon puur hakken. En wat ik dan eventjes als lifehack nog ga doen, is dat ik achter het blokje van waar je mined, zet ik een blokje obsidian neer. Ah. Dan denk je, waarom? Maar dan kun je niet gewoon... snel zijn platform kapot. Precies. Zeker. Dat doet hij, dat kan slim. Kijk, Henk is ook begonnen aan zijn huisje. Alleen, ik denk dat het een beetje te krap misschien voor hem is. Maar dat maakt niet uit. Henk, je doet het er maar mee. Ja, precies. En anders bouwen we dat achterste muurtje wel ietsjes verder naar achter. Dat kan daarom, nog wel. Daarom, dat kan nog wel. Ik ben een beetje natuur om het eiland heen aan het bouwen, Robin. Dus gewoon, zeg maar, alsof er een bergje omheen is. Weet je, heuveltjes. Oh ja, nice. Dit eiland wordt mooier dan jouw eiland, joh. Ja, mooier dan onze eilanden bij elkaar. Oh, hij heeft het maar weer weggehaald. Hij dacht, ik vind het niet leuk. Ah. Snap ik. Ik ook. Wacht, Henk. Ik help je al, Henk. Wacht, kijk. Ik zie al waar zijn probleem zit. Het is te lang. Kijk, als we nou hier gewoon gras maken, Henk. Kijk, heb je iets meer ruimte? Kijk, hier dan heb je gewoon iets meer ruimte, weet je? Zo. Kijk, heb je meer Max, ruimte? Ga jij eens even proberen nu om een blokje weg te hakken, zeg maar. Oké, daar gaat hij. Doenk. Kijk, dat is nog veel beter. Ah, dit is ideaal, Robin. Dit is een prachtige cobblestone generator. Hij werkt goed. Dankjewel. Hij werkt ik ben er top. Blij mee voor Henk. Voor en dan Henk, kun je hieronder kun je mooi
je spulletjes pakken. Ja, mooi dit. Ah, die komen hier terecht. Ja. Gast, wat heeft die Henk het goed voor elkaar, hè? En dit allemaal, nou, hij kreeg ook nog 1 miljoen en dan doen wij dit. Wat een geluk heeft hij. Ik snap wel zijn verwarring, weet je, dat hij ons 1 miljoen moest betalen nu. Ja. Nu snap ik dat niet helemaal, maar nu snap ik wel de verwarring. Ik snap het ook. Max, wat is nog meer essentieel voor zo'n eiland? Wat denk jij? We hebben dan een cobblestone generator, een farm, een Hollywood huisje. Gaat zij een huisje bouwen, inderdaad? Jij bouwt de omgeving, dus wat is dan nog, ja, mooi? Wat is nog essentieel? Ik zou zeggen een vlag van ons, echt. Een vlag van ons, oké. Okay. Ja, wij hebben dit eiland geclaimd. Oké. Dat is prima. Ga ik daar even voor winkelen. Ondertussen heeft Henk voor de derde keer zijn huisje afgebroken. Echt? Is het er weer niet mee eens met zijn bouwwerk? Nee. En misschien dat we hem toch maar een klein beetje moeten helpen. Ja? Ja, je mag ik kan niet bouwen, zeg. Maar dat was niet erg, Henk. Dat is echt helemaal niet belangrijk. Het gaat er gewoon om dat je zelf wat leuks hebt gecreëerd. Precies. Ik vraag even of we moeten helpen. Ja. Nou, dan gaan we hem even helpen. Oké, ga jij maar helpen. Ik ga wel hier verder. Dat is goed. Begin ik even met wat prachtige bosjes hier en daar zo. Gaan we daarna wat boompjes planten en zo. Oké, de bosjes vind ik wel clean zoals dit. Dan kijken we nu even op de shop of er genoeg... kijk, kan ik saplings kopen? Ja, natuurlijk kunnen we dat. Hier, dan gaan we heel veel bomen planten. Hebben we nog boommeel, Robin? Genoeg, denk ik, hè? Vast wel. Oh, meer dan genoeg. Oké, plaatsen we eerst de saplings even waar ik ze wil hebben. Oké, dan gaan we ze laten groeien, de bomen. Zodat het niet alleen... Oeh, een grote boom, dat is leuk. Zodat het niet alleen maar saplings zijn, maar natuurlijk ook gewoon daadwerkelijk bomen. Heel die omgeving. Ja, leuk, hè? Ja. Hij gaat niet doorhebben dat hij op een Skyblock-eiland zit zometeen. Zometeen nee, als precies. Henk hier wakker wordt in de ochtend en denkt hij, wow, ik ben gewoon in een normale wereld. En dan later beseft hij zich, oh nee, wacht, dit is Skyblock. De bomen die zijn, als het goed is, klaar. Ja, dan gaan we gewoon nog even boommielen zelf, waardoor er hoog gras komt en zo. Henk is lampjes aan het plaatsen, Robin. Heel goed, Henk. Daar hebben we niet over nagedacht. Goed zo, Henk. Denk maar gewoon aan belichting en zo. Het is natuurlijk zometeen donker hier in de nacht. Dat wil je ook niet. Oké, als het goed is, is de omgeving helemaal af. Kijk dit dan, Robin, als je hier rondloopt. Dit is toch gezellig. Kijk wat een gezellig eiland die Henk heeft. Ja, dit moet even een beetje bizar. Afgehakt worden. Hoe snel dat is gegaan. Hoe snel die Henk die ook opgroeit, hè. Dat is niet normaal. Ja, Henk's huis is echt een huis, Robin. Het is een huis. Een Henkhuis. Het is echt een Henkhuis. Ik vind het prachtig. En dan maak ik dit ook nog even plat zo. Dan heeft hij iets meer weg zoals dit, inderdaad. Ik vind het hartstikke leuk wat je aan het doen bent, Henk. Al die lampjes hier en daar. Robin? Ja? Ik vind dat Henk zijn eigen huisje moet afbouwen. Ik zie dat jij het aan het doen bent. Ik maak alleen de voorkant. Ja, prima. Ik denk dat Henk het zelf af... Je bent al op het hoogste niveau. Ja, dat klopt. Ik denk dat Henkje moet het huisje zelf afbouwen. En dan wil ik dat we de volgende aflevering terugkomen. En dan staat hier een prachthuis. Daar ga ik wel vanuit, ja. Oké, Robin, ik heb met Henk afgesproken. Ik zei, we komen de volgende aflevering komen we terug. En dan heeft hij het huisje afgebouwd. Dan hebben ze voorkant, die heb je voor hem neergezet. Ik ben benieuwd wat Henk ervan gaat maken. Dan zijn de kisten binnen en zo. En het is nu natuurlijk gewoon niks, het huisje. Maar het eiland ziet in ieder geval gezellig uit. Hij kan hier lekker wonen, lekker leven en zo. En ik ben trots op wat we voor hem gedaan hebben. Ik ben ook hartstikke trots. Ik vind het er heel leuk uitzien. Nou, dat is mooi. Jongens, dank jullie wel voor het kijken. Ik wil jullie niet alleen bedanken, maar Henk wil jullie natuurlijk ook bedanken. Henk, kom erbij staan. Nee, je staat erachter. Kom ernaast staan. Henk, kom erbij. Ja, goed zo, Henk. Lekker, Henk. Hij snapt het. Jongens, dank jullie wel voor het kijken. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker even niet te abonneren. Wil je nou ook spelen op deze server? Wie weet komen we jouw eiland ook een keertje mooi maken. Kom dan op dit IP. Dit is het namelijk play.contentveen.nl. Speel je nou op je mobiel of op je Xbox of je PlayStation of andere Bedrock editie? Moet je deze poort even gebruiken, dan kan je ook joinen. Dit IP, deze poort speel je alleen op PC of alleen dit IP te gebruiken. Wat een uitleg. En nu ik toch hier dingen aan het aanwijzen ben, jongens. Kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige Skyblock deel. Heb je deze nou gemist, moet je hem zeker even kijken. Ben je weer helemaal up-to-date. En dan nu spreek ik later. Glaasje water, glaasje bier. Tot de volgende keer.